laatste toe is er keihard doorgewerkt en nu is het dan zover. Zometeen de persconferentie en vanavond de officiële opening. En morgen, dan is Euroscoop open voor het publiek. Pop-up TV was er al bij toen de plannen bekend werden gemaakt en ook toen de eerste spade de grond in ging. En natuurlijk zijn we er dan ook bij als het officieel geopend wordt. Ik bedoel, je bent een aantal maanden in dit geval voor mij zelf dan, maar hier zijn ze natuurlijk nog veel langer bezig. En om dan te zien hoe het allemaal bij elkaar komt en hoe het uiteindelijk is geworden, ja, dat is echt heel mooi, heel super, heel bijzonder om hier onderdeel van uit te maken. Jullie kwamen wel regelmatig even kijken, nieuwsgierig, hoe staat het ervoor? Ik ben natuurlijk ook verantwoordelijk voor Facebook en ik vind het heel erg belangrijk om daar actueel mee te blijven. Dus ik heb echt wel 2 of 3 keer per week hier gelopen om foto's te maken, om Facebook te voeden. En hoe vind je het dan geworden als je nu het resultaat ziet? Hartstikke mooi. Echt een soort van mijn verwachtingen overtroffen. Ja, want je hebt natuurlijk wel een beeld ervan en je hebt ook een bepaald idee van andere bioscopen. Ja, dan heb je nog geen idee hoe dit wordt. En als je het nu ziet hoe het is gekomen, ook met alle leuke zitjes, met de koffiebar, met de loungehoek. Nolet komt er nog met een bar bij. Ja, dat is natuurlijk ook extra bijzonder. Ik denk dat we vanaf begin januari is de planning, maar dat, ja, misschien dat het eind januari wordt, hebben we hier echt wel een volledig uitgaanscentrum. En we hopen natuurlijk heel veel Schiedammers daar enorm blij mee te maken. Om de Schiedammers over de streep te halen en dat ze de auto makkelijk kunnen parkeren, is het gratis parkeren eind van het jaar? Zijn jullie niet bang dat een heleboel mensen die hier in de buurt werken denken, hey, gratis parkeren? Zou je denken, alleen we hebben natuurlijk daar iets op verzonnen. We hebben een validatieticketmachine, dus als je inderdaad gratis wil parkeren, dan kun je naar de kassa. Dus je moet dan wel een kaartje hebben gekocht, anders kom je niet naar de kassa. Maar daar doe je je ticket in en dan maak je gebruik van het gratis parkeren tot aan het eind van het jaar. En vanaf januari wordt het 3 uur voor 1 euro. Dat is ook nog een heel schappelijk tarief. Ja, vind ik wel. Maar jullie doen dus niet mee met de hype van je kan via internet een kaartje kopen en dat staat op je mobiele telefoon? Je kan wel via internet een kaartje kopen. We hebben ook een Euroscoop app en daar kun je ook een kaartje mee bestellen. Maar we hebben uiteraard ook een kassa, want er zijn voldoende mensen die het niet fijn vinden via internet en die willen we uiteraard ook bedienen. We hebben natuurlijk ook een heleboel sportieve Schiedammers die komen op de fiets. Kunnen die ook makkelijk hier kwijt? Ja, moeten ze nog heel even een week wachten, want ik begreep dat het fietspad wat hier tussen de bioscoop en de trein gevestigd is, volgende week open gaat. En dan hebben we ook een overdekte fietsenstalling. Dus de buitenruimte moet nog enigszins worden afgewerkt, maar vanaf volgende week zou dat helemaal goed bereikbaar moeten zijn. Vandaag een feestje, morgen de eerste officiële dag, daar kijk je naar uit? Ja, tuurlijk, want dan ga je het uiteindelijk doen. Kijk, het is hartstikke fijn dat we vandaag heel veel pers over de vloer hebben en natuurlijk een aantal basisscholen als eerste test. Maar ja, als je uiteindelijk straks misschien wel 1000, 2000, 3000 mensen... Ik heb geen idee wat het gaat worden, maar dat zullen we morgen wel zien. Meneer Van der Rey, ook blij met deze nieuwe bioscoop? Ja, zeker. Aanwinst voor de gemeente, voor de Schiedammers. En ze willen heel veel met de ondernemers in Schiedam gaan samenwerken. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Klopt, ja, zeker, zeker. Op allerlei fronten proberen zoveel mogelijk samen te werken met Schiedamse bedrijven. Ja. En hoe gaat het met meneer Van der Rey zelf in het Parkhoeven nog steeds? Nee, niet in het Parkhoeven. Nee. Ben je daar ook alweer uit? Nee, nou, ook alweer. Ben je daar gestopt? Daar heb je niet zo heel lang gezeten. Dat was een project van 2 jaar. En dus nu zijn we weer op eigen benen verder gegaan. En dat gaat goed? Ja, nog steeds. Ja. Nu bij de camera Luc van Kassei, de directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn blij van jullie hier te zien vandaag. Het is natuurlijk een fantastische dag. Hè. Die opening na veel moeilijke periodes tijdens de bouw, maar allee, we zijn er geen geslaagd van dat tijden hopen te krijgen. Wel goed geslapen de afgelopen nachten of ging dat een beetje moeilijk? Eigenlijk niet. Ja. De laatste dagen zijn nogal zenuwachtig verlopen. Hè. Dus normaal denk ik, het is altijd stress tot de laatste minuut. Maar als u nu rondloopt, straks krijg je de sleutel, dan mag u de deur zelf open en dicht doen. Hoe voelt dat? Altijd een fantastisch gevoel, hè? Na toch jaren planning en jarenhalf bouw, dat we nu uiteindelijk kunnen in exploitatie gaan, want daarvoor doe je het allemaal. Maar we willen natuurlijk zeer veel geven voor de mensen en een zeer groot ruim aanbod geven van bioscoop, film en leisure natuurlijk. Hè? Is dat niet spannend? Want het zijn een hoop zalen, 11. In Schiedam was helemaal geen bioscoop en dan gelijk zo mega groot. Hoe voelt dat? Ja, we bouwen het natuurlijk voor de Hanse regio van Rotterdam, hè, omdat wij toch veel meer bezoekers verwachten. Het is niet alleen Schiedam. Natuurlijk, Schiedam op zichzelf wordt nu sterk op de kaart gezet. En we hebben perfecte toegankelijkheid, zowel met de auto. We hebben bijna 900 parkeerplaatsen ter beschikking. We zijn bereikbaar via tram, metro en via de trein.
op 5 minuten sta je van het station van Amsterdam hier in Schiedam. Dus op zichzelf een toplocatie. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk ideaal. En u gaat meer doen dan alleen maar films. U wilt eigenlijk de hele regio een beetje omarmen. Vooral de middenstand van Schiedam erbij betrekken. Heeft u daar al plannen voor? Ja, natuurlijk. Dus wat we willen is de samenwerking met Schiedam zelf en met de middenstand hier. Hè. We hebben hier ondertussen al de samenwerking met het ketelhuis van de Genever, die we allemaal zeer goed kennen hier in Schiedam. En ja, dat soort samenwerkingsprojecten willen we zeker versterken. Ook met de andere middenstanders natuurlijk in de stad. Leuke acties dit jaar nog vanwege het openingsfeest? Ja, wij plannen permanent acties tot het einde van het jaar met evenementen. Natuurlijk voornamelijk en vandaag ook ontvangen we hier toch een paar honderden kinderen al die de opening mogen doen, de voorpremière noem ik het dan maar. En die zitten nu enthousiast in de zaal voor een eerste film en die hebben ze gratis mogen bekijken. Dus we zijn eigenlijk nu klaar voor de overdracht te doen en de exploitatie gaat starten. Het managementteam staat in plaats. We hebben hier ook lokale managers aangeworven. Die zijn ondertussen getraind. En die gaan de volledige site runnen. In ieder geval, pop-up was erbij vanaf de eerste spade in de grond. En we hopen dat we u nog heel lang mogen volgen. Wel, wij ook. En we vonden de samenwerking zeer positief. En we zijn zeer enthousiast voor de toekomst. Jullie zijn? Fatima. Nas. Lisiane. Selena. En wat doen jullie hier? Ja? We zijn een film aan het kijken, Dummy the Mummy. Dummy the Mummy, is die spannend? Ja. Of is die leuk? Ja. Of alle twee? Alle twee. Ja. Hoe is de bioscoop? Superleuk. Ja, is die mooi? Ik vind hem heel groot en heel mooi. Zit je lekker? Ja, en er zijn ook heel veel nieuwe films gekomen en dat vind ik superleuk. En hoe lang blijven jullie hier vandaag? De film duurt 82 minuten. 82? Ja. En dan moet je weer terug naar school? Ja. En zo lang duurt ook de film. Jammer hè, dat je dan weer terug moet. Ja. Ga je niet 2 keer kijken? Jawel, ik wil het wel. Het is of openbaar vervoer en een auto en duur parkeren of nu eventjes op de fiets? Nou, ik ben zelfs lopend. Lopen? Want ik wilde gewoon in Oost, dus voor mij is het niet ver lopen. Dat is nog veel dichterbij. Ja, klopt. En dan straks als heel die strip gevuld is met restaurantjes en leuke dingen, wordt het helemaal een gigantisch leuk plekje. Nou, dit gebied gaat zeker leven inderdaad. Ik denk dat het meer dan een bioscoop is. Het is echt een leisureplek inderdaad. En ik hoop dat zowel mensen hier dit een leuk verblijf hebben, als ook als ze hierin komen uit Rotterdam bijvoorbeeld ook eens een keer een uitstapje maken naar de binnenstad. Ja, ja. Hoe vind je het geworden? Schitterend. Ja, het ziet er heel goed uit. En ik ruik popcorn. Je was hier nog niet geweest, neem ik aan. Nee, we hadden eigenlijk recht op een rondleiding een aantal maanden geleden. Maar op de een of andere manier is dat niet gebeurd. Dus vandaar dat we nu vanavond voor het eerst hier zijn. Ja. Je hebt wel de bouw gezien, denk ik, hè? Ja, dat hebben we dagelijks eigenlijk kunnen volgen. Of ook als je in de trein of in de metro zat. En dan iedere keer zie je alweer een stukje voorbij komen. Dus het ziet er goed uit allemaal. Aanwinst voor de Schiedam? Zeker weten, ja. En wat er nog bij gaat komen helemaal natuurlijk. Hè? Want er komen ook een aantal restaurants. En dat is ook natuurlijk een heel goed stukje. Ik denk dat het een goede aanwinst is voor de jeugd van Schiedam. Er is toch nog een soort gat in de markt hier. En ik denk dat dat een gat is. Kinderen, jeugd kan nu weer gezellig naar de bioscoop toe. Ja. Dus met elkaar. En ze gaan meer doen dan alleen films, hè? En ze gaan inderdaad meer doen dan alleen films. Er zijn ook 3 horecagelegenheden die komen erbij. En een leuke link met ondernemers. En ik denk een goede link met ondernemers. Euroscope die heeft natuurlijk al een aantal keren aangegeven dat hij graag met ondernemers in de binnenstad wil samenwerken. De link met de binnenstad wil verstevigen. Nou, ik denk dat dat een pluspunt voor Schiedam is. Ik heb begrepen dat u de architect bent van iets moois. Klopt, ja. Ja, wij zijn, ik ben directeur-eigenaar van Forum Architecten en Planners in Tilburg en Düsseldorf. En door de opdrachtgevers van Euroscope Nederland ingehuurd voor onder andere dit gebouw. En de nieuwe vestiging die in Amsterdam Buikslotermeer gaat komen volgend jaar. En ook nog eentje in Den Haag. Dus er is nog veel moois op komst.
Een beetje gespecialiseerd in bioscopen dus? Nee. Gewoon in, om te beginnen, deze bijzondere uitdaging. Want u bent van de lokale omroep, dus dan weet de gemiddelde kijker van uw programma dat wij op dit moment op een voormalige vuilnisbelt staan die in 1967 is gesloten. En het grappige is, die vuilnisbelt heeft mijn moeder nog gezien, want mijn vader en moeder komen zowel uit Schiedam als Rotterdam. Dus voor mij is het ook een enorme eer om in de geboortestad van een deel van mijn broers en zussen en van mijn ouders nu deze hele mooie bioscoop te mogen realiseren. Was het een bijzondere uitdaging, behalve dan die vuilnisbelt? Ja, omdat wij hier op deze plek zo dicht bij het centrum van Schiedam niet alleen een bioscoop zijn met verschillende restaurants. Hè, er zitten dadelijk, als het klaar is, in totaal 3 restaurants in het gebouw. Fitness, lasergame en natuurlijk de 14 zalen die er zijn. Maar we zitten ook heel dicht bij het Centraal Station. Dus vanuit de gemeente is er gevraagd van, goh, kunnen jullie iets betekenen voor bijvoorbeeld parkeer en reis? Dus komende vanuit het Westland vinden de forensen die met de trein gaan, hier straks ook hun parkeervoorzieningen. En vandaag is dat nog niet te zien, omdat er allemaal bouwketen staan. Maar ik heb gehoord dat in de uitsparing die dit gebouw heeft aan de kant van de Schie, er in de loop van volgend jaar een megahotel gebouwd gaat worden. Dus dit was het verdomhoekje of het knuffelhoekje voor de Schiedammenaren die eventjes uit het centrum weg wilden. Maar dit wordt nu, ja, laat zeggen, booming met een hotel, met dit hele grote Euroscoop-complex. Ja, direct vanaf de snelweg is dit natuurlijk wel een prima presentatie voor de stad, lijkt mij. Ja. We hebben de hele bouw gevolgd, dus we hebben helemaal gezien. Haast ieder schroefje en betonstukje hebben we zien komen. Het is een heel bijzonder project, hè? Ja, klopt, ja. Logistiek gezien is dit natuurlijk sowieso een bijzonder gebouw. Omdat als je hier bouwt, en we hebben meer gebouwd in Rotterdam en Schiedam, dan is natuurlijk de fundatie onder een gebouw een enorme uitdaging. Dus ook hier zijn er heipalen van 28 meter als luciferhoutjes zomaar de modder ingezakt. Hè. In deze stad is er ook, heb ik begrepen, bij het ziekenhuis een enorme uitdaging geweest met heipalen en verschuivingen van fundatie. Dus hier is bij iedere paal ontzettend goed opgelet. Waar ging die naartoe? Kwam die onderweg een ijskast of een oud schip tegen of een stuk hout? Want ja, in de vuilnisbelten van vroeger werd alles gewoon maar gegooid. En daar zijn nu iets van 800 gaatjes doorheen geprikt, want zoveel palen staan er onder het gebouw. Geen gekke dingen tegengekomen? Nee, geen gekke dingen. Geen dingen waarvan we zeggen, goh, die zijn zo bijzonder, die moeten we tentoonstellen. Het is wel zo dat zo'n vuilnisbelt natuurlijk altijd verrassingen in zich heeft. Dus de kwaliteit van de ondergrond is eigenlijk, daar kun je niks op bouwen. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen dat in de kruipruimte van de Euroscoop ligt nog steeds de vuilnisbelt die mijn opdrachtgever gekocht heeft van de gemeente Schiedam. Annemiek, zo'n maand of 10, 11 geleden stonden we hier ook, toen in het zand. Ja. En toen werd er iets moois gebouwd, zei je. Nou, dat is gelukt, hè? Ja, dat is helemaal gelukt. Dus als ik nou zo kijk wat hier verrezen is, hoe het eruit ziet aan de buitenkant, de uitstraling, hoe het nog veel mooier gaat worden met alles wat er omheen komt, dan denk ik, ja, nou, hier staat dat daadwerkelijk wat. Het is een echte schitterende aanwinst voor Schiedam. Ja, ik vind van wel. En ik denk dat de Schiedammer ook heel blij is. En de regio denk ik ook. Met zo'n schitterende bioscoop waar je, ja, ik denk dat het makkelijkst bereikbare bioscoop van de hele regio is. Buiten staat het wagentje van Esdam. Wat zijn de mogelijkheden hier voor jullie qua promotie van de stad? Nou, we zijn natuurlijk heel erg druk met Euroscoop in gesprek. Want we hebben allebei een doel. Zij willen de Schiedammer en mensen uit de regio hier naartoe trekken en verleiden om hier een bezoek te brengen. En ons grote doel is natuurlijk om al die mensen die hier naartoe komen te verleiden om naar de stad te komen. Om nog even een bezoekje te brengen aan het centrum van Schiedam. En hoe ga je dat doen? Nou, daar hebben we verschillende ideeën bij. Er komt een actie na de opening. Met de opening is er natuurlijk sowieso veel reuring. Wij zetten dat samen met de Euroscoop voort na de opening door op verschillende plekken leuke dingen te doen die beide elementen in zich hebben. Zowel bezoek aan de Euroscoop, maar ook bezoek aan het centrum. Ja, en dat is een kwestie van langzaam groeien en kijken hoe je meer en meer voor elkaar kunt betekenen. Sowieso betekent het veel aandacht voor de stad. Hè? Zelfs de NOS had een artikel over de Euroscoop. Ja. Nou, het is natuurlijk altijd heel goed als we Schiedam landelijk kunnen profileren. En de Euroscoop werkt daar aan mee. Naast een heleboel andere dingen die we natuurlijk in Schiedam hebben. Maar ja, dit is een heel mooi item om te gebruiken. Schiedam bloeit.
Schiedam bloeit inderdaad. En als ik kijk naar de bezoekcijfers, dan gaat het gewoon ongelooflijk goed. We hebben heel veel mensen van buiten de regio, wat vroeger eigenlijk veel minder was, van heel Nederland en internationaal. We staan in de pers, in de media, op allerlei gebieden en met name ook als Distillers District heel erg in de kijker. Rotterdam heeft ons omarmd en stuurt volop media en bezoekers hier naartoe. Dus ja, we gaan goed, denk ik. Ik dacht al, wat geeft weer licht hier? Maar je staat gewoon te glimmen hier. Nou ja, als het goed met Schiedam gaat, gaat het goed met ons allemaal, toch? Het is een aanzienlijk groter complex. Het is een hele andere filmbeleving, denk ik, dan bij Wenneke Cinema. Maar hoe voelt het nou voor jezelf? Als je denkt van, goh, er komt wel eens een hele grote concurrent bij, collega, hoe zie je het? Nou ja, kijk, ik heb begrepen dat zij zich niet in eerste instantie op arthouse films gaan richten. Nou, dat is vooral wat Wenneke Cinema doet, hè? De wat betere film, zoals ze dat noemt. Dus ik vraag me af of het echt een concurrent voor ons is. We zullen het wel zien. Ik hoop voor hun vooral dat ze veel publiek gaan trekken, want ze moeten er, naar ik meen, 650.000 binnen gaan halen. Nou, Wenneke haalt er per jaar 16.000, 17.000 binnen. Dus dat geeft wel het verschil aan tussen een heel groot complex, een hele grote bioscoop en een filmhuis zoals Wenneke Cinema gewoon is en ook gewoon blijft. En mensen blijven ook gewoon welkom aan, in ons pand aan het Spinhuispad. Gaan jullie de bakens er nog verzetten? Nee, we gaan goed samenwerken met elkaar. En als wij merken dat ze wel heel veel in ons vaarwater terechtkomen, nou, dan weten we ze te vinden. Er is al goed overleg tussen Gerard Sparla aan de ene kant, onze directeur, en de programmeur hier aan de andere kant. Dus dat gaat allemaal goed komen. En ik wens vooral Euroscope heel veel succes de komende tijd toe met het behalen van hun ambities. Vandaag 11 oktober en vandaag gaan we het samen met u allemaal gaan we hier live de opening meemaken van deze prachtige en gloednieuwe bioscoop. Het is nu, om precies te zijn vandaag, 512 dagen geleden dat hier de eerste paal begon in werd gestampt. Namens Euroscoop heet ik jullie allen hartelijk welkom op deze toch wel belangrijke dag. 43.000 vierkante meter vloeroppervlakte is hier gebouwd, enorm. En wat zijn onze verwachtingen en ambities? Een totaal nieuw leisureconcept in de marktplaatsen waarbij iedereen zich kan terugvinden voor een namiddag- of avondontspanning aan een sociaal verantwoord tarief. Een uitgangscentrum waarbij men zich niet meer de vraag stelt welke film gaan we zien vanavond, maar zegt vanavond gaan we naar Euroscope. Anderhalf jaar geleden, met de presentatie van het project, heb ik gezegd dat wij op deze bijzondere plek een uitzonderlijk gebouw wilden neerzetten. Vandaag ben ik fier u in dit prachtige gebouw te kunnen begroeten. Het was niet altijd gemakkelijk. Marleen, je werd een beetje emotioneel, geloof ik, hè? Wel, ik moet zeggen dat het toch wel altijd fijn is als alles dan lukt en alles wat je in gedachten hebt dan op het einde allemaal in de plooi valt, zoals men zegt. En ik ben fier, het oprecht fier, dat iedereen hier zo hard heeft gewerkt en zo hard zijn best heeft gedaan om samen met mij dit mooie project te realiseren. De laatste weken zagen we zelf ook op de bouwplaats lopen. Is dat de normale gang van zaken? Misschien niet, maar het is natuurlijk geen eenvoudig project geweest. En in die zin wil ik toch mijn mensen dan ook ten volle ondersteunen om dit tot een goed einde te brengen. Want
de deadline lag natuurlijk vast. En goed, ja, de termijn was krap. Dus in die zin was het dan alle hens aan dek. En ja, dan wou ik toch ook daar die extra ondersteuning bieden naar de mensen. En toch was de sfeer goed, hè? Want we zijn hier elke week geweest. Eigenlijk iedereen liep te lachen, te fluiten. Wel, ja, kijk, als iedereen tevreden is, dan zie je dat iedereen blij is om aan het project te kunnen meewerken. En dan maakt het ook het succes van een gebouw als dit en van het verhaal. Want goed, ja, als iedereen tegen zijn zin moet komen werken, ja, goed, dan red je het niet. En ja, mensen brengen natuurlijk een ganse tijd van hun leven door al werkend. En als je dan kan genieten van je job, ja, goed, dan is het alleen maar fijn. En goed, dat was ook fijn om te zien dat, ja, alle mensen die hier rondgelopen hebben, heel hard gewerkt hebben, keihard gewerkt hebben. Maar dat zij toch ook kunnen genieten hebben om hier keihard te werken aan dit mooie project. Ja. Heb je Schiedam een beetje leren kennen nu? Wel, eerlijk gezegd moet ik daar een negatief antwoord op geven. Want goed, ja, ik heb vooral, ja, hier de werf en omgeving, maar ik heb wel heel veel Schiedammenaars leren kennen. Ja. En dat was toch ook wel al een fijne ervaring. En goed, kijk, nu de komende weken is de bioscoop helemaal klaar. En goed, dan ga ik vast en zeker eens op ontdekken in Schiedam zelf. Wat wordt het volgende project? Amsterdam? Het volgende project wordt Amsterdam, ja. Amsterdam die staat eigenlijk al in zijn startblokken. De vergunning van Amsterdam is ondertussen binnen. En dus nu is het daar om samen met het team van, ja, de constructeurs, de adviseurs, terug te kijken om daar net hetzelfde succesverhaal te gaan neerzetten dan wat we hier hebben kunnen neerzetten. Gefeliciteerd. Dank je wel. Jan, ik geloof dat je hier vannacht overnacht hebt, hè? Ja, ik heb hier een aantal nachten overnacht. Want jij hebt alle schermen en alle films aan elkaar geknoopt, technisch. Kan je nog eens herhalen, want ik heb het niet verstaan. alle elementen van de IT-technische zaken zijn, vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Dus het was een spannende eindspurt om alles in orde te krijgen. En werk je nu voor Euroscoop Schiedam of voor Euroscoop Algemeen? Ik doe alle IT van Euroscoop Algemeen. Dus dat wil zeggen de Belgische vestigingen, de Nederlandse vestigingen en wie weet nog in andere landen. Hoeveel kilometer kabel ligt hier? Eerlijk gezegd, geen idee. Dat zou je de elektricien moeten vragen. Ik weet alleszins dat er hier een hele hoop kilometer kabel ligt. Maar het werkt allemaal, hè? Ja. Alles is getest, alles is netjes gecontroleerd geweest. En ik ben heel blij van het werk van de mensen van de databekabeling. En nu een week gaan slapen? Nee. Het zal straks na de receptie een aantal uurtjes zijn. En ik denk dat er rond 4 uur, 5 uur deze nacht terug verder gewerkt wordt. Want morgen vroeg is de eerste verkoop. En dan willen we echt wel 100 en 100 zeker zijn dat alles perfect werkt. En dan naar Amsterdam? Amsterdam moet tegen eind volgend jaar klaar zijn, ja. Dus eigenlijk we zijn er al mee bezig.